Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze hair tutorial. Ik ga vandaag de allereerste krultang van Mika gebruiken die wij pas hebben gelanceerd. En ja, ik krijg heel veel de vraag hoe ik krullen maak of hoe ik mijn haar doe. En vandaag ga ik jullie dat laten zien. Vandaag ga ik niks moeilijks doen. Gewoon hele simpele, snelle krullen maken. Want ik heb echt super weinig tijd en ik moet snel de deur uit. Dit is eigenlijk ook de manier hoe ik dagelijks mijn haar krul of om de dag mijn haar krul. Eigenlijk is het super simpel. Wat heb je nodig? Een haarlak naar keuze. Een haarborstel naar keuze. En natuurlijk een perfecte haarkrultang. Nou, als we de verpakking openmaken, dan zien wij hier een foto van mij die we een tijdje geleden hebben geshoot. Wat zit er standaard in? Handschoen wat ja, dus tegen de hitte beschermt. En dan hebben we hier twee haarclipjes. Dan hebben we hier ook nog een flyer erin met wat extra informatie over de krultang. Nou, wat ik doe is altijd heel goed mijn haar doorborstelen. En als je statisch haar hebt, wat ik heel vaak heb, vooral in de wintermaanden, dan doe je gewoon je haarlak pakken, spray hem zo een beetje op je haarborstel en dan brush je het even door je haar. Ik clip eigenlijk één kant van mijn haar gewoon heel goed stevig vast met deze Mika haarknip. Wat ik ook doe is deze pony van die andere kant. Clip ik ook even zo naar de andere kant. Ik pak gewoon een plukje achter. Je mag zelf bepalen hoe dik je krullen wilt creëren. Ik heb nu, zoals ik al zei, super weinig tijd. Dus ik pak gewoon wat dikkere plukken. Mijn krultang die staat op de hoogste stand. 220 graden. En ik laat het ongeveer 10 seconden zitten, want ik hou er niet van als ze te gekruld zijn. Wat ik doe is gewoon het even vasthouden in mijn vuist, zodat de warmte een beetje eruit gaat terwijl het nog een beetje in krul zit. En ik laat het los, dan krijg je van dit soort krullen. En by the way, ik gooi het gelijk naar achter. En wat deze krultang ook heeft is zo'n houdertje, dus je kunt hem gewoon zonder zorgen zo neerzetten. Dit is dus de voorkant een beetje, dit pluk. Dus dan ga ik mijn krullen ook wat hoger inzetten. Terwijl ik dat bij de achterkant niet heb gedaan. Kijk, dit is precies wat we willen. Laat jullie even het verschil zien. Oké, jongens, wat we gaan doen is het laatste plukje krullen. En dat doen wij gewoon door het goed uit te borstelen. Wat ik mooi vind is dus dat ik het in één keer zo het samen naar achter krul. En dit ga ik dus ook vastzetten, zodat dit goed afkoelt. Vastgezet, voilà. En wat ik nu ga doen is, terwijl dit aan het afkoelen is, ga ik even een beetje haarlak aanbrengen. En het allerbelangrijkste is
dat je echt, maar dan ook echt, niet bang bent om het goed uit te borstelen. Kijk, want dan zie je gewoon dat je veel meer volume krijgt en dat je veel mooiere slag krijgt. En nu doen we knipje uit. Dan splitsen we haar door de helft. En dan borstel ik dit ook uit. Zodat je hier zo een mooie lok hebt. Nou, dit is dus hoe ik dagelijks mijn haar doe. Super makkelijk. En ik blijf het zeggen, nogmaals, vergeet alsjeblieft niet om je krullen goed uit te borstelen. Jullie hebben gezien hoe goed ik ze heb uitgeborsteld. En fixeer het aan het einde nog een keer een beetje met haarlak. Kijk, ik heb nu veel meer volume gekregen in mijn haar. Doordat ik het dus heel goed heb uitgeborsteld. En zo zou ik dus nu makkelijk naar buiten kunnen gaan. Thanks voor het kijken. Ik hoop dat je dit een leuke tutorial vond. En heel veel plezier met jouw Mika haarkrultang. Bye bye.